daar is het te doen. Kijk eens. Daar is het te doen. Oh ja, weer demonstratie. Die gaat in de fik steken. Kom, ik zit hier genoeg. We gaan nog eens af en toe een bezoek brengen aan onze collega's. De NATO hebben we al geweten. Het inschrijvingsgeld voor een bij de jeugdbrandweer te komen bedraagt 110 euro. Daarbij zit een t-shirt van de jeugdbrandweer en een trui van de jeugdbrandweer. En de interventiekledij die gebruikt mag worden voor de activiteit. Je hebt een filmbar, dat is echt van niks. Het jaarlijkse kamp zit niet in deze prijs ingegrepen. Daar wordt nog een extra supplement voor aangegeven. Hey, kom hier! Voelt je de hitte tot hier? Laat staan als je daar dichtbij zit, man. Ik ben aan het filmen, hè. Ja, serieus, als je de drone zien, ja, voilà. Hoeveel is het vandaag, jong? Ik dacht dat het de 13e de branddingen was op de deurdag. De vraag is als het op de deurdag is of als het iets speciaals is. Dan zie je vragen en niet naar die mannen toe gaan. Vraag wat ik zie drang heb. Aan die mannen hier, hey. Hier aan die brandweer, man. Is het op de deurdag? Is het op de deurdag? Vraag eens. Op de deurdag. Brandweer van Breed aan het toppenmaat. Ja, die gaan komen blussen. Zaterdagmiddag van 9:30 tot 11:30 spannende en aangename voormiddag te laten beleven. Als je... Hé, hey, ik ben aan het filmen. Vraag dat maar aan hen als dat op de deurdag is, aan die andere mensen. Ik dacht dat dat vorige week was. Ik dacht ook dat het vorige week was. Dat is niet zo. Ik kom hier staan bij mij, Bart. Daar is toch dingen, hoe heet hem weer? Hey, Gino is daar, Gino, kijk eens. Daarachter, daarachter. Daarachter, daar, daar. Wat ik kan zijn, zijn zo ver. Je mag er ook in, hè? De bang allemaal. Pas op, hè. Gaan we mooi in beeld brengen. Dat is ook het toevallige dat we erbij uitkomen, hè. Dat wil zeggen dat er omliggende auto's en
Kom. Ik ga het focussen op het spier. Daarna gaan we over tot koeling. Want de banden moesten er niet op los zijn. Ja, maar daar is het maag. Maar ik ga hier staan, anders kan ik niet goed filmen. Een beetje leuk, hè. Als je daar vlak langs staat, dan ga je heel gezond naar de stemming. De afgelopen momenten, de eerste actieve rust. Moeten jullie gewoon staan in de bank? Jongens,
gaat echt zonder mijn eigen spuiten. Hoe noemden ze dat, om die dingen wat die hebben gedaan? Niet meer. Demonstratie autobrand. Dat is goed. We hebben een keer de titel te kiezen. Goed, dames en heren. Voor vandaag waren dit onze demonstraties. Er zijn nog altijd doorlopende demonstraties. Van politiehonden, een drone-team, daar hangt toevallig mee aan de rug. Politie, demonstratie en demonstratie. Dat stel ik zelf binnen. Er is nog altijd zo'n nieuwe brand in de keien aan de toos. Dat heb ik waarom leer van je niet te doen. Bart. Dames en heren, ik heb net een gekregen dat onze Duitse vrienden van de NATO-baas in Gali zitten, dat ze een demonstratie gaan geven met een hashtag. Dus zodra dit hier allemaal is opgeruimd, gaan ze demos geven met de twee hashtags, daar staan. Zo waren we de woensdag bij de eerste. Maar het kan nog niet, hè? Hier nog eens zitten. En dan gaan we die boys op de rij. Gaan ze nog eens doen? Ja. Wat hè? Hoe? Ah ja. Die, dat zijn van de brand van de dingen, van een klein brogel. Wat is je dat, die twee? Van een klein brogel. Van waar gaan die blussen dan? Of van zover? Ja, maar welke keer gaat die rood spuiten? Welke keer gaat die rood spuiten? Ja, maar die rood! Maar welke keer gaat die rood? Op die autobahn, goed dat we de ramen hebben dicht gedaan. Als de autobahn neergezet was, die was. Ja, maar die zit dat toch onder? Oh, kijk zo ver, joh. Dat is ver, hè, joh. Kijk hij ook, kijk. Ze is dus al iets. Man, ik. Wat moet je zeggen, joh? We hadden daar beter blijven staan en hadden we ook een douche gehad vandaag. Ik heb het niet meer aan. 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 Ik heb het niet meer aan.
Voilà, die hebben gedaan, Bart. Een beetje vroeger. Het staat ook op. Hey, we hebben nu nog een keer of zo van de hele leg op die doden staan.